Hallo iedereen, ik ga vandaag een filmpje maken over mijn semestertaak. Mijn semestertaak ging over het plastisch getal. De grondlegger of de uitvinder van het plastisch getal is Hans van der Laan en die ziet u hier ook op deze foto. Maar wat is nu het plastisch getal eigenlijk? Het plastisch getal is eigenlijk een verhoudingsgetal die gebaseerd is op de gulden snede. En het wordt eigenlijk alleen maar of heel veel gebruikt in de architectuur. Het idee van Hans van der Laan was dat wij ruimtes en volumes niet in afmetingen, maar in maatverschillen waarnemen. Dus wanneer de mens een muur van 16 meter ziet en een muur van 16 meter en 10 centimeter, dan zal hij waarneembaar, zal hij geen verschil zien. Maar als we die muur gaan opmeten, dan zien we wel degelijk een wiskundig verschil. Zoals ik al gezegd had, is het plastisch getal gebaseerd op de gulden snede. Hier ziet u een voorstelling van de gulden snede. De gulden snede wordt gebruikt of toegepast in het tweedimensionale vlak. Dit kunnen we voorstellen bijvoorbeeld aan een lijnstuk die we in twee delen verdelen. En de verhouding tussen die twee delen is de gulden snede. Dit bedraagt 1,618 en is een eindig getal. Is een oneindig getal. Plastisch getal wordt toegepast in het driedimensionale. Dit plastisch getal wordt niet voorgesteld met een lijnstuk, maar met een balk of een kubus. We werken dus in het driedimensionale. Drie dimensies, lengte, breedte en hoogte. En het plastisch getal is gelijk aan de lengte gedeeld door de breedte van uw kubus of uw balk. En dat is dan gelijk aan de hoogte gedeeld door de lengte van uw kubus of uw balk. Is gelijk aan de lengte plus de breedte gedeeld door de hoogte van de kubus of de balk. En dit getal noemen we het plastisch getal en is 1,324. Puntje, 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 want dit is een oneindig getal. Dit kunt u hier ook zien aan de berekeningen onder de figuren. Zoals ik al gezegd had, is het plastisch getal uitgevonden of ontdekt door Hans van der Laan. Dit was een zoon van een architect en hij was zelf afgestudeerd als bouwkundige. Hij vond het huidig meetsysteem te abstract en te algemeen en te karakterloos. En hij zocht dus een meetsysteem speciaal voor bouwwerken en voor architectuur. Hij was geboeid door het werk van zijn vader en daardoor en hij wist dus dat grindstenen gezeefd werden naar grootte. Zo kwam hij tot de theorie van de ordes en de groottes. Ordes van groottes en groottetypes. Dit principe bewees Hans van der Laan aan de hand van de proef met de zeef. Hans van der Laan had 36 grindkeitjes, zoals je hier ook kan zien, en de grootte van de diameter van elke steen vergroot met 1/25 van de vorige, ten opzichte van de vorige steentje, van het vorige steentje. Hans van der Laan gaf zijn leerlingen de opdracht om deze steentjes, deze grindsteentjes, te zeven. En daardoor kreeg hij vijf groepen van zeven steentjes, zoals je hier ook kan zien. Zeven, dus vijf groepen van zeven steentjes, plus het kleinste steentje. Hans van der Laan wou net als in de muziek ritme en harmonie in de architectuur. Zoals u waarschijnlijk al kan lezen in de semestertaak van Clara, heeft in de muziek 1 octaaf 7 noten. Wel, iedere groep bestond dus ook uit 7 stenen. Dus dat is eigenlijk een beetje gelijkaardig aan het principe in de muziek. Maar waarom horen deze 7 stenen in deze groep en waarom niet deze steen, deze laatste steen bij de volgende groep? Dat is omdat het verschil tussen de grootste steen van één groep en de op één na grootste steen van de
van die groep kleiner moet zijn, dus het verschil tussen die twee moet kleiner zijn dan de kleinste steen uit die groep. De verhouding van de diameter van de grootste steen van een groep, van gelijk welke groep, en de diameter van de grootste steen van de volgende groep, is 4 gedeeld door 3. En dit geldt voor elke groep. Dit getal, deze verhouding, noemen we het plastisch getal. Deze verhouding wordt ook duidelijk gemaakt op deze figuur. Dus de verhouding van deze steen en dus de grootste steen van elke van die groep en de grootste steen van de volgende groep is 4 gedeeld door 3. In het begin van dit filmpje heb ik gezegd dat het plastisch getal wordt voorgesteld in het driedimensionele, in de ruimte dus, maar de steentjes, dus de tekening met de steentjes, was in 2D. Daarom is er een nieuwe voorstelling, de abacus, die Hans van der Laan gebruikte, of ja, die zo het plastisch getal voorstelde, en de morfotheek, maar dit principe is eigenlijk hetzelfde als de proef met de zeef, met de steentjes dus. Hans van der Laan en zijn broer gaven lezingen en een van hun leerlingen was Jan de Jong. Hij wou van kinds af aan, dus dit is een foto van Jan de Jong, en hij wou van kinds af aan architect worden, maar er was niet genoeg geld en hij was dus zoon van een fruitteler en daarom was er eigenlijk niet veel geld om architect te worden. Op 15-jarige leeftijd werkte hij bij een aannemer en na de oorlog stond de jong in voor de heropbouw van boerderijen in de regio Zeeland, Brabant en Zuid-Limburg. Jan de Jong ontmoette Van der Laan op een van zijn lezingen over architectuur en was later leerling van hem. Van der Laan was een theoreticus en had iemand nodig zoals de Jong om zijn ideeën in praktijk om te zetten. Hier ziet u een grondplan en het zijaanzicht van de achterste muur van een huis gebouwd volgens het plastisch getal. Op dit plan zie je verschillende afmetingen. De kleinste afmeting is 55 cm en dit is meestal de dikte van een muur. Als je 55 cm vermenigvuldigt met het plastisch getal, dan kom je ongeveer 70 cm uit. Als je het 70 cm vermenigvuldigt met het plastisch getal, dan kom je ongeveer 90 cm uit. Als je 90 cm vermenigvuldigt met het plastisch getal, dan kom je ongeveer 1,40 meter uit. En zo verder en zo verder. Met deze maten werden er muurtjes en ramen gebouwd. En op die manier krijg je harmonie in dit gebouw. Zo zie je dat alle ramen in dit gebouw aangeduid in de kleur blauw dezelfde afmetingen hebben, namelijk 2 meter en 10. Zo zie je in het midden van deze achterste gevel van het gebouw dat er een muur is van 3,40 meter lengte en dat er door de verschillende muren en de verschillende kleuren en de verschillende lengtes ook een symmetrie ontstaat in het gebouw. Dit kun je ook zien in de gebouwen van dus het huis van Jan de Jong zelf. Dus al deze gebouwen zijn gemaakt of gebouwd volgens het plastisch getal en zorgt dus voor symmetrie en harmonie. Dit was mijn filmpje over mijn semestertaak van het plastisch getal. Ik vond het heel interessant om dit te bespreken, dit getal te bespreken, maar geen gemakkelijke opdracht.